Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan en vandaag heb ik iets voor jullie geunlocked van de seizoendoelstellingen. Ik heb het al geclaimd. We gaan nu zien. Ik heb een Premier League Prime Players pakket. Of ja, een Premier League Premium Spelers pakket. En we gaan het open doen. Hopelijk krijgen we een walkout en een zieke walkout. En we krijgen een walkout. Engels, striker. Harry Kane. Yes, boys. Harry fucking Kane. Ja, boys. Dus we hebben Harry Kane gepakt. Ja, deze video gaat nog doorgaan. Tot zondag. Zondag heb ik dan mijn squad battles rewards normaal gezien. Ik ga nu met Kane de hele tijd spelen. En ja. Fucking Harry Kane. Yo boys and girls. Het is dus dinsdag. En ik heb voor jullie. Een draftje gespeeld. Zoals jullie kunnen zien. Ben ik in de finale 7-1 gewonnen tegen Atletico de Madrid. We krijgen hiervoor een premium goudpakket en een premium goudpakket 26. Wat eigenlijk wel heel perfect is voor wat ik krijg. Dan heb ik nog een tweede zeldzaam speelspakket. 75-83 algemeen. Van het behalen van 10 winsten. Dus dat gaan we eerst open doen. Hopelijk krijgen we de zeers inderdaad en borden of zo. Maar hier krijgen we niks dus uit. Malen. Dan gaan we nu het premium goudpakket verhandelbaar open doen. Wat krijgen we hieruit? Niks. Duits. Cam. Stindel. Peter uit. We hebben hier de vorige keer een walker uitgepakt. En nu pak ik weer een borden uit. Linksachter Guerrero. Ja. Dat is eigenlijk wel decent. Dan El Shaarawy. Ja. Een paar contractjes. Een sniper. Volgende keer hopelijk betere rewards van mijn draftje. We hebben natuurlijk één borden uitgepakt. Wat eigenlijk wel goed is. Ik zie jullie guys zaterdag. Pavel Guerrero aan het verkopen. Hopelijk verkoopt hij. Dat is al de tweede keer dat ik hem erop zet. Ja, eigenlijk, hij wou niet verkopen, dus ik had hem eerst voor 3,4 opgezet. Nu voor 3,3. Hopelijk verkoopt hij. Ja. En nu momenteel mijn team ziet er zo uit zoals jullie op het team op de video kunnen zien. Alisson, Laporte, Ruben Diaz, Robertson, Trent, Pogba, Lukaku, De Bruyne, Son, Sancho en een Harry Kane. Dan ja, Grealish heb ik ook altijd nog gepakt. Maar nu gaan we nog eens een SBC'tje doen, denk ik. Ik heb daar juist heb ik zo gestreamd. Eigenlijk wel tof een keer een streamje doen. 81 plus. De pack openen. Twee zeldzame spelers, 81 plus. Je kan altijd een walkout in zitten. En we eindigen met een borden. CV. Ginter. Zou wel eigenlijk. Wat een verlaken achter dit Rudiger. Zou wel decent. Wat we nog wel kunnen doen is een guide preview pakket. Waarschijnlijk zit er geen walkout of zo in ze. Nee, daar zit zelfs geen borden in. Druk dan eens een keer dat ik die pack. Die op, ja. Kom, we gaan eens zo doen en we kopen een 25k pakket. Als er een zieke walkout in zit. Het kan zomaar zijn dat er
En er zit niks in. Huh. CM, Hamstick. What the fuck. EA, dikke scam. Ja, boys and girls. Ik heb voor jullie een 34 plus player pick klaargezet. Ja. Wie gaan we eruit pikken? Wojciech Szczęsny. Yes, die heb ik even. Ja, dus Szczęsny, die gaan we ook kiezen. Wildcard nummer 33. 34, zelfs. Ja. Wojciech Szczęsny. Ja. En nu is het dus donderdag. En we hebben onze nieuwe generatie kaart uit. We hebben nu... Wij zijn nu aan het opnemen. We zitten nu in de next generatie. Next generation kaart. Is zien wie dat we daaruit gaan pikken. Ik hoop natuurlijk een Fodentje. Of een Pulisic. Maar of een Mbappé zou ook nog wel leuk zijn. Is de walkout. Het is een gewone kaart. Frans, CM. Camavinga. Decent, decent. Camavinga zijn kaart. En het is nu dus nog... ja, nog altijd donderdag. En ik heb iets voltooid. Ik heb twee doelstellingen voltooid van die Camavinga. Wij gaan nu kijken. Wel de pack. Allee, raar. Ik krijg mijn twee packs niet te zien. Goudpakket, daar krijgen we niks uit. Een goudpakket, wauw. Twee goudpakketten. Die zaten aan elkaar gestapeld, denk ik. Nee, daar krijgen we ook niks uit. CVM. Matic. Decent. Nee, matig eigenlijk. En RSCA thuis nu. Ja, eigenlijk niks decent voor eigenlijk te zeggen dat dat goed is. Italiaanse Serie A team. Ja. Oké, we hebben dus 15 wedstrijden voltooid. We krijgen daardoor nog eens een 75 plus zeldzaam speler. En een 35k pakket. Twee 75 plus zeldzame spelerspakketten open doen. Zeldzame spelerspakketten, dus ja. Ah, er zit de walkout in. Nee. Vardy. Fuck, ik heb die. Ik ga die moeten discarden. Ja, moet die dus discarden. Maar ik heb walkout nummer 33. Voltooid. Dus weer al Vardy gepakt. Derde keer deze FIFA. Dat ik Vardy pak. Derde keer deze FIFA dat ik Vardy pak. Dus. Dan doen we eerst die zeldzaam speler 75 plus terug open. Daar zit geen walkout in. Nog zelfs geen dingen. Toko Kambi. Twee zeldzame gaat spelerspakket. Zou daar een valkuit in zitten? Antwoord is nee. Cam. Isco. Komt wel van pas in mijn La Liga team. En Fortunis. Ja. Een dubbele Vardy. Voor een derde keer. En hier zit ook zowaar geen walkout in. Goalkeeper Neto. Oké. Het is nu dezelfde dag nog. Het is nog altijd vrijdag. En ja, ik heb een SBC gedaan. Ja. Ik heb Derby della Madonnina gedaan. We krijgen daaruit een gouden spelerspakket. Derby della Madonnina. Ik heb eindelijk die SBC een keer gedaan. Misschien wat eruit gaan krijgen. Is dat zelfs een tradable pakket? Dat is een tradable pakket. Hopelijk krijgen we een walkout uit. En we krijgen geen walkout uit, maar wel een Franse goalkeeper. Areola. En een goeiemorgen, het is zondag. Iets voor 9. En 8:58 om precies te zijn.
En we gaan zo beet ons pakketje open doen. Dat gaat nog een 8 minuten duren. Dus ja, ik ben zo dadelijk bij jullie terug. En we gaan eerst... Oh, wacht. Zien welke pakketjes dat ik heb. We gaan eerst dat goudspeelspeenpakket openen. Hopelijk krijgen we dan walkout uit. En daar krijgen we dus niks uit. Hamsik, denk ik. Nee. Kampel. Goed voor in de club te doen. Greenwood. Noonmensch. Allemaal goed voor in de club. Voor dit een SBC te doen. En zelfs dan blijkt er een speelspakket. Twee keer geloof ik. Uit het eerste pakken we zowaar een borden. Links weer de Goossens. Ook weer voor stekken voor de club. Voor een SBC te kunnen doen. En Vela. Ja. Maar in het laatste kan het pakket kan een walkout zitten. Dus ja. We zullen het direct zien. Daar zit er geen in. Dus ja, spijtig. Dan weet ik dat ik Suchek heb nu. Ja. Elite 2 was het dus niet waard. Die was gewoon discard. Nee, die kan misschien wel meer waard zijn. Wauw, die kan... joh. En die is al klaar. Het is al klaar, dus ja. Wij gaan zien wat wij kunnen pakken. Ik heb nu volledig gratis kunnen doen in de SBC, dus ja. Twee zeldzame gouden spelerspakket. We hebben hem geopend en dat gaat het laatste pakket van deze video zijn. En we pakken daar niks uit. Italiaans rechtsmidden. Politano. Die had ik al dubbel geloof ik. Of heb ik die ingeleverd? Nee, ik had die ingeleverd. Dus ik heb die dubbel. Maar dit was dus het laatste pakketje van deze video. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is dan altijd Dylan. En ja. Ik hoop dat jullie blijven kijken naar mijn video's. Zeker in 2022. Ja, we zijn nu 2022, maar... Ik hoop dat jullie blijven kijken naar mijn video's. Ja. Ik zie jullie guys volgende keer terug met een nieuwe video. Mijn naam is dan altijd Dylan. En dat ik altijd zeg... Bye bye! Yeah.